Lieverd, ik snap ook dat je dichtklapte. Laten we het gewoon vergeten, ja? Maar wat ben ik blij dat we daar weg zijn, zeg. Jezus, wat een bak met negativiteit. Trouwens weten zij veel. Ieder verhaal heeft altijd twee kanten. Een goede en een slechte kant. En de waarheid ligt altijd in het midden. Ja, maar niet altijd, toch? Dat het slecht gaat met het milieu kun je toch ook niet als een slecht verhaal afdoen? Lieverd, we gaan gewoon zelf kijken. En als het niet oké is, doen we het niet. Nou, dat betwijfel ik. Je beloofde ook dat als het met Tiffy niet zou lukken, dat je dan zou stoppen. Ja, lieverd, we gaan niet Tiffy er nu bij halen, want Tiffy je bent niet meer de flow die ik ooit heb ontmoet. Je hebt me afval laten scheiden, je hebt me bomen laten reden, je hebt me korter laten douchen en nu wil jij een babytje kopen van een onderdrukt tienermeisje. Ja, dat is wat Nina zegt, ja. Waarschijnlijk alleen maar omdat ze jaloers is en omdat het bij haar natuurlijk is Nina niet jaloers. Nou, dan begrijp ik niet waarom ze zo reageert. Lux heeft geen enkel positief woord gezegd. Omdat ik dat aan haar heb gevraagd. Sorry, maar ik wil dat niet. Ik wil op deze manier geen kind met je. Dit gaat veel te ver.